en welkom weer bij een nieuwe video voor 12 Days of Christmas. En met deze video blijven we lekker in de kerstsferen en vooral in de eetsferen, want ik heb een heel leuk pakketje binnengekregen van Oil & Vinegar. En dat is deze doos. Hij is vrij zwaar, dus ik ben heel erg benieuwd wat er eigenlijk in zit en ik ga het samen met jullie openmaken. Met de oog op de feestdag. Waarom feestdag? Zijn het geen feestdagen? Met de oog op de feestdag willen wij u kennis maken met een aantal bijzondere en heerlijke Oil & Vinegar producten. Maar het zijn feestdagen. Maar heel veel van dit soort rotzooi wil je eigenlijk niet in je huiskamer wilt hebben. Oh my god, dit zijn recepten. Ja, cocktails. Leuk deze kaartjes. En dan is het maar een kwestie van goed kijken. Oké, ik heb hier iets denk ik, hieronder. Oh, maar ik wil niet wachten. Ik ga eerst even die zooi eruit halen. Zo, kan ik er nu wat beter bij? Dan ga ik gewoon het eerste pakken dat ik zie. En dat is... Spanish Black Olives. En nu zou ik dit heel graag willen proeven. Maar ik lust geen garnalen. Dus zometeen heb ik een speciale gast die deze kon proeven. Dus blijf zeker kijken tot het einde van de video. Aglio peperoncho. Chopped garlic and chili pepper. Kijk hoe leuk dat eruit ziet. Maar wat is het? Wat doe ik ermee? Nou, gelukkig heb ik voor de hand wat informatie erover gekregen over alle producten. Dan ga ik nu heel even kijken wat alles is. En dan hier zie ik een hele grote. Oeh, dat ziet er duur uit. Novello. Extra virgin olive oil. Wauw. Dit is al een cadeautje op zich. Oh wauw. Kijk, jongen, hij is veel lichter in het echt. En op de video lijkt hij heel donker. Het staat allemaal in het Italiaans en ik kan geen Italiaans. Maar het staat Olio Extra Virgin di Olivia. Dus dat zal wel extra virgin olive oil zijn. Ik heb de informatie even opgezocht. En dan gaan we het eerst over dit leuke potje hebben. En dit is een pittige Italiaanse kant-en-klare mix van fijn gehakt knoflook en hete pepers. Lekker voor pizza, in pasta of op bruschetta. Nou, als je mij een beetje kent, hou ik heel erg veel van pizza en van pasta. Dus dit komt zeker goed van pas. Het is op biologische basis en er worden geen antioxidanten gebruikt. Of andere chemische bewaarmiddelen. En daardoor proef je heel erg de authentieke smaken van het product. En proef je de liefde en de toewijding van de maker in deze Zuid-Italiaanse delicatesse. Yum, yum, yum. Dan echt een super leuk feitje, vind ik zelf, over deze speciale limited edition olijfolie. Dan zou je misschien denken, hoe de fuck is een olijfolie limited edition? Over heel de wereld zijn er maar 5000 flessen van deze. En Oil & Vinegar heeft die 1500. En Oil & Vinegar heeft 100 winkels wereldwijd. Dus dat is best wel een unieke fles die je kan bemachtigen. En de knoflook met chili mix is €5,95. En ik kom er nu dus ook pas achter dat dat extra virgin, zeg maar, olijfolie, dat betekent dat dat de hoogste kwaliteit is. En betreft olijfolie die mechanisch en koud geperst is uit het vruchtvlees van de verse olijf. Kun je ook nog eens wat leren hier. En nu komen we bij de olijf aan waar mijn special guest zometeen hier gaat zitten. Hier ga ik zometeen wat over vertellen als diegene het heeft geproefd. Nou, ik heb dus hier mijn liefdallige broer. Hallo. Hoi, en die gaat olijf proeven. Waar moet ik naar kijken? Naar die of naar die? Naar het lens. Oké. Okay. Want ik lust geen olijven, dus ik vind wel dat ze een eerlijke kans verdienen. Dus Nick gaat ze nu proeven. Ik ben olijfkenner. Hij is olijfkenner. Want hij werkt in een Grieks restaurant, dus genoeg olijven te vinden. Hij is nog niet heel onder de indruk van de verpakking. Ze zien er niet heel smakelijk uit, maar dat zegt hij. De uiterlijk kan altijd anders zijn dan de indruk. Ja, nou, maak ze maar open. Dat is belangrijk, hè mensen. Inleg is belangrijker dan uiterlijk. Ja. Het is een Spaanse olijf met pit. Kijk uit alsjeblieft. Ik ga het heel even een beetje leeg gooien, want ik had niet proeven natuurlijk. Oh god. En daar ben ik weer. Moet je niet eens wat vertellen over de olijf? Ja, ik ga nu even wat vertellen. Het is een zwarte olijf met pit. Afkomstig uit Murcia. De smaak is wat rokerig. Het ligt in Spanje uit trouwens. De smaak is wat rokerig met een zoete nasmaak. Heerlijk door de tonijnsalade of als snack tijdens de borrel. Ja, proef het dan maar. Ik ga maar even proeven. Ja, door de laatste. Het zijn hele kleine olijfjes, trouwens. Ik ben groter gewend. Dat wordt je ze zijn er best lekker. Ja?
Zijn niet heel wennen, maar ik denk inderdaad als je met een tapas en met wijn en met andere verschillende hapjes zou dit best wel zo smaken. Ik ga het niet veel eten. Maar deze zijn... Ze worden geoogst van midden november tot met december. Nou, dat proef ik. Ik proef de decembermaand. Oké, okay, zijn goed gekeurd. Kan goed gekeurd. Oké, okay, niet nog één? Nee, ik ben voldoende. Ik ben... Voldaan. Ik kan weg. Er zijn allemaal allerlei dingen op je broek. Ja, in mijn broek is onder olijfzaap. Lekker. Acentuña's coquillo. Goeie olijven. Yay! Bedankt weer voor het kijken naar een video van de 12 Days of Christmas. Ik hoop dat je deze video weer leuk vond. En alles is te koop bij Oil & Vinegar. En dan zie ik je hopelijk morgen weer.